Welkom iedereen, een nieuwe aflevering van Bloodstained Ritual of the Night. Vandaag begin ik meteen met een uitleg over Harrier. In de vorige aflevering heb ik het kort al gezegd over de dash die je tegen hem kan doen. En ja, de truc eigenlijk is dat jij niet de Coronation Crown aandoet, maar de Aegis Plate. En dan kan jij rustig er doorheen lopen. Nou, samen met de Reflector Ray en als jij al de High Jump hebt, dan krijg je de Accelerator. En de Accelerator is eigenlijk wat je nu ziet. Want heel simpel, de dash op zichzelf is niet zo heel moeilijk. Als jij de Aegis Guard hebt, dan kan je eigenlijk makkelijk overal doorheen. En je kan eigenlijk zeggen van, hey, maar ja, met Accelerator loop je wel heel erg snel door. Klopt, klein verschil. De Accelerator, wat hij eigenlijk doet in dit geval, Harrier, de ninja, rubberband ook als een malle. Dus wat hij ook doet, is hij breekt heel gemakkelijk je ding door. Dus als jij ver loopt, haalt hij je makkelijker in dan wanneer jij achter hem loopt. Verder, één klein dingetje nog rondom wat wij nu hebben als ability. Je ziet nu een rare ding om ons heen. Dat is eigenlijk de, als ik het goed heb, de of... Dat is niet een bepaalde shard die je aan kan hebben. Als je die ver genoeg upgrade, kan je eigenlijk allerlei hidden items zien of dingen die kapot zijn. Nou ja, je kan zien, onze ding is voor eigenlijk 2/10 helemaal compleet. Maar ik kon die 2/10 toch niet vinden, want ik heb letterlijk een map erbij gepakt. Maar ik kon het letterlijk nog steeds niet vinden. En ja, dat is eigenlijk een beetje het hele ding erachter. Maar ja, vandaag is het eigenlijk even kort tijd om wat extra content te laten zien van de game zelf. Voordat wij de game gaan afsluiten. In the Hall of Termination heb jij een heel mooie boekenkast. En heb je ook een foto van Keiji Igarashi. En als je de boekenkast ingaat, kom je eigenlijk uit in een 8-bit... Detective's Eye is degene die aangaat. Maar kom je eigenlijk in een omgeving uit wat een 8-bit variant is. Van een Castlevania game. En hier kan je dus ook je 8-bit skulls krijgen, je 8-bit flames, 8-bit zombies, etc. Nou, je ziet ook nu dat ik opeens een hele snelle windblade heb. Dit is de Rava Veriel. De geüpgrade versie van de Rava Buriel. En ja, je kan wel zien hoe snel hij er doorheen hakt. Dus ja, dat maakt hem ook een van de beste wapens in de game. En ik ben er heel blij mee, want op zich, de damage die het doet is niet super sterk. Maar als jij 5 hits in bijna een seconde kan doen van 50 damage... Met criticals nog tussendoor. Ja, je kan wel zien hoe hoog die damage kan oplopen. Nou, we hebben 8-bit zombies. Nice. Wat extra shards. Even healen. En dan is het tijd voor de fight. En dit is eigenlijk de 8-bit wereld. En de fight is eigenlijk tegen een soort van rare... Nou ja, ik noem hem bijna maar Castlevania... Enemy. Het is de 8-bit Overlord. En wat eigenlijk de 8-bit Overlord is, is niks meer dan een soort van Dracula monster. Wat krijg je daarvan? Een 8-bit Nightmare item en de 8-bit Flame. Nou, 8-bit Flame is aardig, maar niet super. En de 8-bit Nightmare is iets wat onze grote vriend Johannes kan gebruiken in sommige fights. Of in sommige fights voor het maken van items. Nee, ik kan wel zien hoe groot de damage oploopt. Dit is echt best aardige hoeveelheid. Nou, zijn fight is eigenlijk... Hij focust zich op vlammen. En die kunnen over de hele map heen gaan. En dat is gewoon goed ontwijken. En het is ook standaard de dingen die verdwijnen van... Hey! Ben klaar. Nou, en dat was de 8-bit Nightmare. Je kan hem al heel vroeg doen.
Dus wanneer je eigenlijk tegen Gible zou moeten vechten, dan kan je de fight al doen. Maar ik raad eigenlijk eerst aan dat je een beetje geüpgrade bent. En fatsoenlijk level voordat je dit doet. Nou, dan gaan wij. Nou, we zijn weer in de Hall of Termination. Dus wij moeten nog naar een andere kamer toe. En dat is, als ik het goed heb, de Millionaire's Key. Wat aan de andere kant is. Ja, dat is daar. De Millionaire's Key opent de Millionaire's Door. En unlockt een andere boss fight. En dat is de Lottery Machine. De Millionaire's Bane. Wil jij geld? Dan moet je deze fight doen. Oké, dit is een Lottery Machine eigenlijk. Die op basis van wat hij spint... dingen kan geven. Geeft hij 3 cherries, creëert hij een lily, geeft hij 3 bells, summt hij kanonnen, 3 watermeloenen, explosive chests, 3 bars, gewoon wat money. De truc is dat je vaak die bars krijgt, want dat is heerlijk. 3 coins, dat gaat hij nog een keer doen, lucky 7. En dat is ook degene hoe je jackpot kan krijgen, zijn ability. Dat is veel geld, et cetera. En dat is heel fijn. En... jackpot is eigenlijk gewoon een slotmachine to determine the nature of your attack. En wat is daar het mooiste aan? Niet heel veel. Maar als hij dat runt in zijn... eigenlijk zijn attack strategie. Dan dropt hij ook heel veel geld. En dat geld is heel belangrijk om te hebben in deze... want dat kan jou flink gaan helpen. Nou, wij teleporteren nu weer terug naar een andere plek toe. Nu zijn wij weer in de Glacial Tomb. Want er zijn nog wel andere bossfights die je had kunnen doen. Maar ik zat zo van, ja... Sommige vind ik leuk en sommige denk ik ook bij mezelf van, ja... was het wel echt handig? Want met uitzondering van de 8-bit, Nightmare en de Millionaire's Bane... vind ik de andere bossfights niet echt interessant om te laten zien. Ja, het zijn geinig om te laten zien van wat ze precies zijn. Maar de drops die ze geven stellen eigenlijk niks voor. Nou, ik had over de Dimensional Shard, de vorige part. Dat die eigenlijk een betere upgrade is van de... Reflector Ray. Ja, en daarvoor gebruik je eigenlijk deze. Want jij, als jij de witte bal kan zien, dan kan je daar naar teleporten. En zoals je ziet, ik ben er al langs geweest, maar ja. Ik deed het ook eigenlijk alleen maar om te laten zien van hoe je er langs moet. En ik wil nog een paar bossfights zien, dus ja. Maar ja, dan hebben wij weer een bosdeur. En eigenlijk de enige bos die hier nog overblijft is Dominique. Ja. Dominique, ik snap eerlijk gezegd niet waarom ze de keuze heeft gemaakt. Ja, meer geld, meer money, meer kracht, et cetera. Maar ja, je hebt in de vorige aflevering al gezien. Onze grote vriend Zangetsu had er gezegd van ja... Dominique doet iets verkeerd. Waarom zij mij laat focussen op Alfred in plaats van Gible. Nou, dat laat eigenlijk gewoon weer zien van ja. De kerk wilde weer de macht behouden. Dus wat doen we? We sturen een non die kant op die de krachten weer kan stelen. Nou, lopen we mooi door. En gaan we maar mooi kijken wat achter de deur is. Hallo, Dominique. Ja. Aan het einde van de rit, zij is ook een shardbinder. Dat is ook de enige reden waarom wij shards aan haar verkochten. Die kan ze gebruiken om zichzelf sterker te maken. Dat is de enige reden waarom de kerk de shards wil. En ja... laat ik zo zeggen, als Johannes had gezegd van, geef mij de shards. Dan had ik op zich nog geloof, want Johannes is een alchemist. Die zal het gebruiken puur voor zichzelf en om dingen te upgraden. Ja, eigenlijk de grap van deze is... zij summont... zij is niet sterker op basis van hoeveel shards je aan haar verkocht. Wat,
Ik op zich wel jammer had gevonden. Ik had wel geen gimmick gevonden als zij sterker werd. Naar verhouding van hoeveel shards je eigenlijk aan haar gaf. Ik weet niet, ik had op zich een geinige mechanic gevonden. Ja, en hier is Dominique weer zo van, weet je wat? God deed niks. Nee, maar God doet ook niks. Dat is een beetje het hele ding daarachter. God doet eigenlijk niks. En ik weet dat mensen zoeken verzoening of vergiffenis of geef het maar een naam. En vraag dit aan God, want dat is makkelijk. En ja, er zou waarschijnlijk wat tekenen zijn geweest dat mensen hersteld zijn van die dingen. Maar ik zit er ook zo in van, ja. Yeah. Een beetje raar iets, maar als je erover nadenkt. Ja, en er is ook een beetje de discussie van Giebel. Wilden ze het daadwerkelijk gebruiken voor Baal, maar ja, dat werkt dus niet. Dus, oeps. Laat het Miriam doen. En dat is eigenlijk een beetje het hele ding van waarom als je Giebel verslaat dat de bad ending is. Want Gremory gaat na een tijdje bezit van jouw lichaam nemen. Omdat uiteindelijk van iets, jij hebt shards. En de shards kan zij gebruiken om je te overheersen. En dat is dus een grap. Nou, laten we beginnen met Dominique als fight. Want Dominique als fight stelt op zich niet heel veel voor. Ik ben even heel erg eerlijk. Ik vind de fight tegen Gremory wat pittiger dan de fight tegen Dominique. Oh. Gibble had exorcist plot in zich. En weer die mooie Enochian scripts. Yep. Dominique, laat even heel eerlijk zijn. Ja. Maar ja, de fight tegen Dominique. Ze heeft een paar abilities. 1. Columns of Fire. Nou, dat is een makkelijke. Je ziet waar die vandaan komen, dus ze kan je redelijk makkelijk doen. 2. Ze kan Ghost summonen. Spring er overheen of versla ze door middel van een AoE spel, zoals bijvoorbeeld Welcome Company. Tweede, ze kan een Holy Beam of Light summonen. En de beste truc is om gewoon overheen te springen. Maar ze duurt heel lang voordat zij je kan omdraaien. En laatst is Pillars of Ice. En die kan je redelijk nog makkelijk zien. Op basis van... Nee, eigenlijk telegraphs. En dat is eigenlijk de hele fight. En ja, de fight op zichzelf stelt niks voor. Als je flink damage item hebt. Dus ja, er rest ons nog maar één ding. En dat is de fight tegen Baal. Want ja, Dominique heeft hem wel gesummand. Dus, oeps. En ik ben heel eerlijk, ik vind het design van Baal in deze echt. Het is gewoon een grote buwer. Dat is Baal. Baal is gewoon een grote buwer. Maar ja... Baal. Ik heb al een beetje eindelijk gezegd wat Baal eigenlijk is, maar oké, Baal. Draait de hele fight gewoon rondjes. De Lizardhead kan homing electric beams schieten. De Demonhead kan 2 homing lights schieten. En het kattenhoofd kan een purple beam schieten. Grootste tip voor allemaal, gewoon eroverheen springen. Fase 2, fireballs, kan je makkelijk ontwijken. Wordt een tong gebruikt, kan je ook makkelijk ontwijken. En de beste manier is om dicht bij de koppen te blijven. En de laatste is de kattenkop. En daarvan moet je gewoon uit de buurt blijven. En bijvoorbeeld in dit geval, waarin hij mooi boven zat, was voor mij ideaal. En dat was de fight. Ik heb al gezegd, Baal stelt niks voor.
Baal is echt een joke van een fight. En dat was het. En dan zijn we eigenlijk klaar met de game. Dus terwijl cutscenes al andere dingen runnen. Ik ben heel eerlijk. Bloodstained, Ritual of the Night, vind ik echt een comfort game. Het is een game die jij gerust even op een avond kan neerleggen. En gewoon kan oppakken en kan neerleggen wanneer je maar wil. Door de verschillende wapensopties en verschillende shards die je hebt, kan je ook de game op 20.000 verschillende manieren spelen. Ik deed nu op de meest cheape manier door middel van Rava Feral, want het is een van de beste wapens. Dus ja, maar ik had ook met boots doen, met zwaarden, met nou ja, maces, whips. Je kan een hele gun route doen als je dat zou willen. De hele route hiervan is gewoon heel vrij in wat jij precies wil doen. Dus dat is eigenlijk het hele ding erachter. Want in speedruns gebruiken ze ook voor alles en nog wat. Want je kan de game heel snel uitspelen als je dat zou willen. En dan gebruiken mensen voornamelijk de abilities van de bossen zelf om ze te gebruiken. Want de bossen zelf kunnen gewoon makkelijk geüpgraded worden. En ja, dat is het eigenlijk. Dus mensen, ik bedank voor het kijken van deze serie. Ik hoop je genoten hebben. En ik zie jullie weer bij de volgende, naar het volgende project. Tot later. Finishing the last of them off. That reminds me. The master took note of how I was forestalling your corruption and suggested some improvements. I think I might be able to stop the crystal from overtaking you permanently. Really? I can't make any promises, but yes, I think. Well, thank you, Johannes. You're very welcome. Come on, let's go home. All right.